De elementaire militaire vliegopleiding is het eerste deel van je vliegopleiding, waarbij je eigenlijk de basis van vliegen aangeleerd krijgt in een PC-7. Ik vond vanaf kleins van defensie al heel interessant. Soldaatjes spelen buiten met mijn vrienden. En ik vond vliegtuigen interessant. Ja, en dan eindig je al snel bij de luchtmacht. En mijn ouders hebben mij verteld dat ik eigenlijk vanaf kinds af aan al tegen hun riep: ik wil ook later dat vliegen. Als je daar als klein meisje staat en je ziet die vliegtuigen overvliegen, dan denk je gewoon, ja, dit is super gaaf. Ik wilde naast alleen mentaal uitgedaagd worden, ook fysiek uitgedaagd worden. En ik wilde iets doen waarvan ik dacht, oké, dit heeft echt een soort diepere betekenis. Ik wilde gewoon vliegen. Niet gewoon vliegen, ik wilde militair vliegen. Naar de KMA eigenlijk met één doel en dat is om vlieg te worden. De KMA staat voor de Koninklijke Militaire Academie en dat is eigenlijk het deel van de Nederlandse Defensie Academie waar dan officieren voor de landmacht, luchtmacht en marechaussee worden opgeleid. Vanaf nu hebben jullie geen komst meer met Warhand en met Blijfhaan. Toen ik op de KMA was, wist ik nog niet zo goed wat ik kon verwachten van de opleiding en vlieg worden. Je komt daar binnen als spijkerbroek, zo noemen we dat. Daar leer je echt de regels van de organisatie kennen. Hey, luid, er is gas gegooid, hè? Je moet gewoon rap tappen, hè? Dat pak moet aan. Een bepaalde cultuur hangt er. En dat is echt een stukje omschakeling in de eerste paar weken. Maar uiteindelijk, als het erin zit, is het wel heel mooi. We hadden een hele diverse klas. Op de KMA heb ik geen onderscheid gevoeld tussen leerling vlieger en leerling ICT. Hier Romeo, de coördinator van kamp zijn. Op de eerste dag van de KMA werd ik ook gelijk gebombardeerd als vluchtcommandant. En daardoor kreeg ik de taak om het hele zooitje zogezegd aan te sturen. En dan kom je nog in een situatie waarbij iedereen spijkerbroek is en nog iedereen in discussie gaat. We gaan allemaal omkleden naar Dress T2. Masker mag afblijven, maar je hebt hem bij je. Ja. Dan heb ik een locatie geplot. Ja. Daar neem ik jullie mee naartoe. En het ging eigenlijk zo goed dat ik daar zoveel zelfvertrouwen van kreeg. Dat ik echt dacht, ja, ik moet gewoon vertrouwen op dat ik dit wel kan. Klaar voor lopen! Nou, in mijn instantie was het eigenlijk juist heel erg motiverend om de manieren waarop ons is aangeleerd om daarmee te dealen, om dat goed en meteen te gaan uitvoeren, zeg maar. Ja, de eerste paar dagen krijg je gelijk een buddy aangewezen en daar doe je eigenlijk alle zaken mee. Je bent ook nog net niet getrouwd, want je bent echt achter per dag op elkaar aangewezen, dus het voelt soms wel alsof we getrouwd zijn. Oké, lui, gas erop! Hoe ver zijn we? En wat ik heel interessant vond, was dat proces van hoe we dat met z'n allen aan het uitvogelen waren. Van hoe je iemand ontspoort op momenten dat ze iemand het moeilijk heeft. Lekker, zo wil ik het graag zien. Tempo erop. Ik denk dat iedereen op zo'n oefening zichzelf op een bepaalde manier tegenkomt. Het zal voor niemand echt makkelijk zijn. Oké, ik kreeg geen contact. We zitten op onszelf. Ik hoor inderdaad vuur. Er was een vermoedelijke geplande aanval. Ik hoor knallen. Ik zie het ook. Wat mij heel goed helpt is gewoon relativeren. Is gewoon in mijn eigen hoofd zeggen van oké, ik voel me een beetje stress opkomen. Gaat dat mij helpen in deze situatie? Nee. Maar oké, dan stop ik met stressen. Dus zijn we eigenlijk in de versnelde pas die kant op gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Uiteindelijk hadden we ervoor gekozen om met z'n allen een aanval te doen over de wal. En eenmaal aangekomen bij de compound bleek ze ook een foute boel. Overal lagen tassen, overal lagen gewonden, alles is in elkaar gegooid, de boogtenten waren blenden. Dat is wel echt een chaos erover. Maar het is heel raar om er dan te staan en ermee te moeten dealen. Op dat moment ben je echt gewoon een tand in een machine die gewoon aan het draaien is en dat ding moet blijven draaien, dus je gaat maar handelen. Wonden, hoofdwond, verminderd bewustzijn. Flattrack, heb ik 1 gewonde, schotwond bij bewustzijn, die is volgens mij al verplaatst hierheen. Ik denk dat het belangrijkste wat ik op de KMA nog heb geleerd is grenzen verleggen. Dus je natuurlijk ook in een bos gaat slapen, wat je normaal nog nooit hebt gedaan. En op de KMA heb ik wel stress ervaren, voornamelijk in de vorm van tijdsdruk en prestatiedruk. Ik heb daar nu even brouw volgen. Dat als dat dan geweest is, dat je dan toch even een paar seconden pakt en dat je dan even denkt, oké, dit is voorbij, dat hebben we gefixt. Voor mij duurde de KMA 20 weken, dat is hoe nu het kortmodel eruit ziet.
En dan begin je uiteindelijk op de grondschool. De grondschool duurde voor mij 6 maanden. Als je voor het eerst op Woensdag komt, dan is het vergeleken met een kasteel in de binnenstad van Breda een redelijk stille, rustige, uitgestreken plek. Maar je komt op voor je eerste dag grondschool. En dan zit je hier van 8 tot 4. In het begin kan dat allemaal best wel moeilijk overkomen. En dan denk je, oh, waar ben ik in beland? En dit is allemaal basiskennis wat ik moet hebben. Maar uiteindelijk valt het allemaal best wel mee en gaat het wel redelijk op zijn plek vallen. Je hebt een paar vakken die hebben met natuurkunde te maken. Daarin gaat het vooral over waarom kan een vliegtuig vliegen. Je hebt nog een vak met instrumentation heet dat. En daarin leer je eigenlijk alle vlieginstrumenten, hoe die werken. En je leert kaart lezen. De grondschool zorgt wel echt dat je beeld hebt bij wat je zo meteen in de lucht gaat doen. Je hoeft zeker geen Einstein te zijn, je hoeft ook niet hoogbegaafd te zijn. En je moet vooral heel hard kunnen werken. Wij zijn verplicht om op zondagavond voor 11 uur binnen te zijn. Dus binnen te zijn op de kazerne, dus op je kamer. Op Woensdrecht slaap je in principe met een kamergenoot. Dus 2-persoonskamers zijn dat. En dan moeten wij tot eigenlijk vrijdagmiddag moet je op de kazerne blijven. Op de grondschool is de druk wel wat lager. Dan is er wel wat meer tijd om naast de lessen te sporten. Toen ik jonger was, romantiseerde ik voornamelijk hoe cool het is om te vliegen. En nu ik ouder ben, zie ik ook de risico's. Maar zie ik ook wat het van je vraagt, van je persoonlijke leven, van je vrije tijd die je ervoor opgeeft. De toewijding die je moet hebben om vlieger te worden. Ik keek vooral uit naar het avontuur dat je bij Defensie kan. Je zit niet de hele dag achter een bureau. Ik denk dat het belangrijk is dat je gesteund wordt door je familie. Mijn omgeving vindt het eigenlijk allemaal heel cool. Op mijn moeder. Maar zij snapt ook heel goed dat dit al heel lang mijn droom is. De hyperbare kamer is een kamer op het CML waarin je eigenlijk voor het eerst blootgesteld wordt aan grote hoogtes. En dan gingen ze nabootsen alsof jij echt met het vliegtuig de lucht in ging. Op grotere hoogtes is de lucht wat dunner, wat eiler, waardoor je wat minder zuurstof binnenkrijgt. Als we dit helemaal op hebben gezet, dan is jouw uitwassen van de stikstof is begonnen. Dat betekent dat hij er nou niet meer af mag. Dus dan passen ze de luchtdruk passen ze aan. Ja, op een gegeven moment voel je dat natuurlijk in je oren. En dan is het net alsof jij met het vliegtuig eigenlijk aan het opstijgen bent. Nou, doe even 2 ademteugen, dan laat je weer even los. Ik denk dat het wel belangrijk is om te realiseren dat zenuwen zijn hartstikke normaal. Die horen een beetje bij. Kijk maar even aan. Pak je maar even aan. Mag ik je inademen? Even je adem vasthouden. Top, adem maar door. En dan op een gegeven moment moet jij op een bepaalde hoogte moet jij je masker afdoen. Niet te strak? Ja, dan ga je oefeningen doen en dan kijken ze van oké, wat gebeurt er met jou als je zuurstof tekort hebt? Zodat je ook voor jezelf weet van oké, stel ik vlieg straks. En ik heb zuurstof tekort. Wat zijn dan mijn verschijnselen? Goed is dan voel je het misschien nog een klein beetje kouder worden. Nou, en ik had op een gegeven moment dat ik tintelingen voelde in mijn tenen. Nou, dat soort effecten kun je dus krijgen. Het was heel onbehagelijk, vond ik. Een beetje licht in mijn hoofd ook wel. En het was echt iets van, hey, het gaat allemaal gewoon achteruit nu. En als ik er niks aan ga doen, dan... Ja, wie weet wat er dan gaat gebeuren, maar het zal niet heel veel goed zijn waarschijnlijk. Sommige mensen die kregen hele groene vingers en anderen die werden wel bijvoorbeeld duizelig of juist heel erg overmoedig of begonnen te lachen. Ik denk dat er ook wel mensen tussen waren die het een beetje onderschatten. Ik voelde op dat moment niet per se de druk dat ik goed moest presteren omdat ik straaljager zou willen vliegen. Draai maar op stop en geef vol gas. Drang is voor mij meer intrinsiek, dus je wilt zelf graag goed doen. En natuurlijk is er druk om het goed te doen, maar ik denk dat je hier alle tools krijgt om het goed te doen. Ja, mensen zijn helemaal niet gemaakt om te leren, nee. Dat zie je wel met dit soort dingen.
moment dat je dan daar aankomt op het CML en je ziet die centrifuge voor het eerste keer, je ziet hem voor het eerst keer ronddraaien, dan wordt het toch wel een beetje spannend. Zo, ja, waar gaan ze ons nou weer in stoppen? Bij zoiets als de centrifuge had ik echt het idee van oké, dit vind ik leuk. Als je aan de MVO begint, dan willen ze eerst dat je het 5G-profiel doet. En dat bouwt zich langzaam op in de opleiding. Dus je krijgt eerst allemaal theorie erover. De centrifuge zelf is een gevoel wat je eigenlijk nog nooit in je leven hebt gevoeld. Want je gaat nergens ga je 5G ervaren. Ja, en je had natuurlijk ook wel van andere mensen verhalen gehoord. Dat de meesten wel misselijk worden of andere klachten krijgen of zelfs wegvallen. Dus dat hou je toch wel een beetje in je achterhoofd. Dus je weet deels wat je kan verwachten, maar je weet natuurlijk niet hoe die G-krachten voelen. Maar ik bleef ook daar tegen mezelf zeggen van oké, dit komt wel goed. Achtbanen vind ik leuk, dus die centrifuge, dat gaan we ook leuk vinden. Maar toch, inderdaad, vlak voordat je die centrifuge in moet, voel je wel gewoon dat je hartslag omhoog gaat en dat je het spannend vindt. Ja, dus ik mocht als eerste, dat vond ik natuurlijk ook wel even spannend, maar aan de andere kant dacht ik oké, ik ga als eerste. Als jij er klaar voor bent. Maar op het moment dat je dan daarin gaat zitten, is het gewoon verstand op nul en gewoon doen welke technieken je hebt aangeleerd. Je benen, hè, wat ik net zei, die kan je eventueel gebruiken door je hakken in de grond te drukken en iets naar achter te trekken. Ik zie al mijn klasgenoten zie ik eigenlijk voor mij de centrifuge instappen en kunnen op een schermpje meekijken. Dus dat is ja, wel gaaf om te zien hoe iedereen dat dan ervaart. Komt ie aan. Eén, even aanspannen. Twee, drie, uit en in. Twee, drie, uit en in. Drie, uit en in. En de laatste. Twee, drie, uit en in. Je voelde je zicht, voelde je wat wegtrekken. Het werd allemaal wat zwarter. Ja, wat ik zelf had toen ik voor de eerste keer in de centrifuge ga, is dat ik opeens mijn middenrif voelde. Nou, dat is een spier wat je nog nooit hebt gevoeld. Maar je hebt dan opeens de G-krachten die dat naar beneden trekken. Er waren wel een paar inderdaad die het zwaarder hadden ook dan dat ik het had, ja. Ik heb wel ongeveer een idee van hoe de MVO eruit ziet. Ik denk dat mijn dag 's ochtends begint met sowieso het opstaan. Dus heel het traject van ontbijten, douchen, jezelf klaarmaken, et cetera, voor het begin van de dag. Maar ik denk dat vooral het gevoel van die eerste dag, zeg maar, dat je er staat, ja, dat voelde wel echt als een sprong in het diepe. Het is dan echt toch wel een soort gevoel van, oh ja, ik ben wel echt die hele vette opleiding aan het doen die ik eigenlijk al 20 jaar wil doen ondertussen. Het blijft gewoon onwerkelijk. Het is gewoon, totdat je denk ik in het vliegtuig stapt en het echt gaat leren, dan wordt het denk ik wat tastbaarder. En dat je meer het idee hebt van, oh ja, nu begint het vliegen echt. De elementaire militaire vliegopleiding is het eerste deel van je vliegopleiding. Waarbij je eigenlijk de basis van vliegen aangeleerd krijgt in een PC-7. En kijken de instructeurs ook voornamelijk welke type toestel bij jou past om de rest van je carrière in te gaan vliegen. Het is toch wel spannend om voor het eerst in die kist te zitten en te denken, oh ja, dit ga ik op een dag gewoon helemaal kunnen vliegen. Ik denk als ik er uiteindelijk in zit, dat ik alleen maar met een glimlach in het vliegtuig zit.